Hallo lieve mensen van de Hemus. Ik heb mijn haar een beetje laten groeien. Het zit natuurlijk in de coronatijd en ik mag niet naar de kapper. Plus ik had ervoor ook al een klein beetje laten groeien. Maar goed, ik ga een workout uitleggen voor de workout die in het blad staat. En dat is een workout die voor thuis bedoeld is. En dat zijn drie blokjes. Het eerste blokje is de warming-up. Het tweede blokje is benen. En het laatste blokje is uithangsvermogen en core. Het eerste blokje zijn drie oefeningen. Bij de eerste oefening 5 herhalingen zijn, daarna 10 herhalingen, daarna 15 herhalingen. Eerste oefening. Burpees. Handen op de grond, spring naar achteren, naar voren en omhoog. Doe je 5 herhalingen. Heb je 5 herhalingen gehad, ga je naar 10 squats. Heb je 10 squats gehad, ga je naar 15 jumping jacks. Dat doe je in totaal 3 keer. Heb je hem 3 keer gehad, ben je klaar. Zit iedere keer 30 seconden tussen. Heb je een goede warming-up gehad? Heb je warming-up gehad, ga je door naar de benen. En bij de benen heb je eigenlijk 2 tassen nodig. Nou, ik heb 2 hele mooie base-to-tassen. Maar goed, dit kan je ook gewoon met boodschappentassen of weekendtassen of weet ik wat doen. Doe er iets in wat weegt. Een wasmiddel of wat dan ook, waardoor je echt wat gewicht hebt. Die doe je op je rug. En daarna ga je door naar 12 squats. Met gewicht dus. Dus naar beneden en terug. Heb je die 12 herhalingen gehad, pak je iedere keer een lunge. Dus je stapt naar voren en je komt terug. En je pakt het andere been. In totaal staat die op 24 herhalingen, maar je doet hem 12 links, 12 rechts. Daarna leg je beide tassen op één schouder. En dan ga je op een drempel staan. Je zet je hand tegen de muur. En dan ga je iedere keer op je teen staan. Dan heb je geen drempel. Dan pak je hem op deze manier. Voor de kuiten. Iedere keer kom je met je hak net niet tegen de grond aan. Dan doe je 48 keer. Dus hij loopt iedere keer op met het dubbele van de vorige workout. Of van de vorige oefening. Dus 12, 24, 48. Heb je dat gehad, heb je maar 30 seconden herstel, dan doe je 5 keer. Dus we gaan de benen goed belasten. Plus je kan zelf ook bepalen hoe zwaar je de workout maakt. Dus gooi je er veel wasmiddel in. Uiteraard met Falcon wordt hij zwaar en zonder wordt hij gewoon een stuk makkelijker. Daarna gaan we naar een stukje uithangsvermogen en dat is ook gelijk het laatste blokje. En daarbij loopt hij iedere keer op. Dus de eerste oefening is 12 herhalingen, daarna 24 herhalingen, daarna 48 herhalingen. Eerste oefening, burpees. Ik heb hem net al voorgedaan, dus ik ga hem nu nog een keer voordoen. Burpees, 12 herhalingen, daarna 24 herhalingen. Doe je een crunch. Je komt iedere keer omhoog en laat hem terugkomen. Goed je rug bol maken en omhoog komen. Dus handen bij de schouders en terug. Totdat je 24 herhalingen hebt gehad. Heb je 24 herhalingen gehad, kom je zo hoog mogelijk en pak je hem pulserend. Dus 1, 2, 3, etc. Dus bij die laatste oefening ga je er veel sneller doorheen en doe je 48 herhalingen. Heb je 48 herhalingen gehad, heb je een herstel van 1 minuut. Vooral omdat die burpees er flink in hakken. En dat doe je in totaal 5 sets. En dan ben je klaar met de workout. Succes!